De Katholieke Onderwijzersbond, KOB, heeft in verband met haar 103-jarig bestaan een dankdienst georganiseerd. Daarnaast viert de organisatie het 60-jarig bestaan van het KOB-gebouw aan de Burenstraat. De organisatie heeft ook op haar jaardag een nieuw logo onthuld. Dus vieren wij 3 festiviteiten op 1 dag onderstreept Bernice Baron, voorzitter van de bond. Zij benadrukt dat de bond opkomt voor haar leden die lesgeven op katholieke scholen. Baron meent dat als gekeken wordt naar het 103-jarig bestaan van de vakorganisatie, door de jaren heen niet alle doelstellingen zijn bereikt. De reden waarom? Als we kijken naar de regering die we nu hebben, er is heel weinig oor voor bepaalde zaken die wij aankaarten bij het ministerie. Ik weet niet wat de reden daartoe is, maar er zijn tal van problemen binnen het onderwijs die we tig keren hebben aangekaart bij het ministerie. Maar het lijkt alsof bepaalde zaken niet, er is niet echt open oor. Ik wil een simpel voorbeeld geven. Ik weet niet, er wordt misschien, niet misschien, er wordt vaak genoeg omgekeerd gewerkt. De leerkrachten zitten in het veld en de leerkrachten weten het best wat zal werken en wat niet. Er is namelijk een schrijven naar het veld ingegaan over herkansing. We zijn daar niet tegen. Het is altijd fijn als leerlingen nog een kans krijgen om tenminste naar het volgend leerjaar te kunnen gaan. Maar je gaat het eerst sturen naar het veld en dan achteraf ga je de stakeholders spreken om te kijken van, of om ze te informeren. Baron benadrukt dat een van de hoogtepunten van het 103-jarig bestaan van de KOB is dat leerkrachten in aanmerking zijn gekomen voor hun perceel en dat stemt de organisatie goed. De voorzitter geeft ook aan wat zij op kort termijn gerealiseerd willen zien. Volgens directeur Algemeen Vormend Onderwijs Helima Poese heeft de KOB een bijzondere mijlpaal bereikt. Meer omdat leerkrachten het niet makkelijk hebben. Dat de leerkrachten in aanmerking komen voor een kledingtoelage. We zijn al 4 jaar mee bezig. En dat is een van de zaken, is onze baby. We willen nu eindelijk dat het gerealiseerd wordt voor onze leerkrachten. En ten tweede willen we dat er het onderwijssysteem, het ministerie doet hun best, maar misschien moeten wij ons een beetje erin gaan mengen om te gaan kijken van wat kunnen we het beste tot het beste maken voor onze leerkrachten. Wij zijn allemaal onderweg. Niet waar? We gaan geen doodlopende weg inslaan. Daarvoor zorgt de Almachtige God. Hij leidt ons, hij begeleidt ons, omdat wij vertrouwen hebben in de Almachtige God die wij dienen. Onze kinderen in het onderwijs mogen ook geen doodlopende weg inslaan. En daar zijn wij voor, om hen te begeleiden, hen te ondersteunen. De Almachtige God geeft ons kracht, energie, om dat te kunnen bolwerken, dat onze kinderen geen doodlopende weg inslaan. De Katholieke Onderwijzersbond, KOB, is de tweede oudste onderwijzersbond in Suriname met haar 103-jarig bestaan. De oudste onderwijzersbond is de Christelijke Onderwijzersbond, CUB, die een rechtsbestaan van 137 jaren in Suriname heeft.